Een hele goede avond, beste voetballiefhebbers. Welkom in het Boudewijnstadion. Ook wat mij betreft, we gaan eerst nog een huldiging krijgen voor Tessa Willard. Dat geeft mij meteen de gelegenheid om ook mijn co-commentator van vandaag welkom te heten. Dat is net als vrijdag Ella van Kerkhoven. Ella, welkom. Dank u wel. Heel leuk om hier te zijn. Er is maar één resultaat wat de Flames tevreden kan stellen vandaag. Dat is de 3 punten. Ja, zeker en vast. Ik denk dat het enige waar we vandaag tevreden mee kunnen zijn, is winst. Zeker omdat je dan die 1-1 maar speelt. En ook omdat we moeten weten dat Albanië tegen Kosovo, wat dat ook een van de minderen is, maar 1-1 gespeeld heeft. Dus ik denk dat we daar wel uit kunnen afleiden dat we deze echt moeten binnenhalen. En hopelijk een paar doelpunten voor de Red Flame, die vandaag een heel mooi jubileum viert. Tessa Willard, 100 caps. Uiteraard ook eerst even kijken naar de opstelling van de Belgen die we al gezien hebben daar bij Bart aan tafel. Maar Ella, wat kunnen we daar nog over zeggen? Ja, ik denk het enige wat we zien is inderdaad dat die Son wat gezakt is. Maar ik denk hoe dat het nu staat, dat het eigenlijk wel gaat uitkomen. Tine zakt naar onder, waardoor dat Willard in de spits komt. En Van Mechelen komt er ook nog bij, heb ik gezien. Dus dat gaat zeker knallen zijn langs de kant. De opstelling van de Albanese er even bij nemen. Ella, moeten we daar nog iets speciaal van weten? Wel ja, 6 van deze 11 spelers spelen bij de landskampioen in Albanië. En dat is Vlasnia. Zij hebben recent ook Champions League gespeeld tegen Juventus. En daarbij toch niet zo hard verloren. 0-2 en 0-1. Dus ja, ik denk dat er toch enkele meiden tussen zitten die serieus tegen een bal kunnen trappen. Docci wordt daar ook snel een halt toegeroepen. Van Mechelen wacht op het juiste moment. Te links goed inspelen. Kleinman, is dit dan al de 1-0? Ja, yes. Zoals gezegd, dat kan niet lang meer duren. En Janis Kleinman, onze record international, opent vroeg de score. En dat is toch een lekker begin. Dan is die muur al snel gebroken. Ja, geeft wat vertrouwen aan de ploeg ook als ze zo snel kan scoren natuurlijk. En de combinaties door het centrum zijn ook gewoon, ja, goed uitgespeeld. Kleinman, geen buitenspel van Willard, want rechtsachter van Albanië stond daar even niet op te letten. Willard de voorzet, Dekkeny nu dan. Ja. Jawel. Dat was een kwestie van tijd vooraleer dat een keer ging lukken. En Dekkeny na 25 minuten iets meer de score verdubbeld. En dus haar 27e doelpunt als international. Omzia krijgt echt enorm veel ruimte om die bal te versturen wel altijd. Dropt hem ook goed tot bij Van der Velde. Daar is Willard weer met snelheid. Dekkeny, jawel, 3-0. De succescombinatie doet het hem opnieuw. Deze keer niet vanaf die rechterkant. Tessa Willard, maar wel de ruimte gevonden daar op de linkerzijde. En Dekkeny moet er om zeg eens maar haar rechter tegen zitten. Ja, dan zien we ook dat we van iets lager op het veld komen. Dan creëren we voor onszelf iets meer ruimte. En dan die pas tussendoor, perfecte 10 haar voeten. Zo wil je ze zien natuurlijk. Iliano heeft tijd en ruimte om de voorzet te trappen. Vervelende bal. En blok. Jawel. Dat is lekker. Voor de pas ingevallen Yassina Blom. Ja, en een vervelend tegendoelpunt voor Chippy. Waar ze niet zo heel veel aan kon doen. Die voorzet valt daar tegen de verste paal. En dan is Blom de gelukkige. Hier is Wijnand zijn eerste keer. De voorzet is naar Bahoren. Ja, en daar is Yassina Blom opnieuw. En dit is wel een foutje van de Albanese doelvrouw. En daar is de forfaitscore al. Yassina Blom, dat is een prima invalbeurt. En ook ja, Wijnands, dat is lekker. Dat is waar, dat is altijd leuk als ze zo kan inkomen. Dat geeft daar ook rechtstreeks vertrouwen. Nou, en bij Albanië blijven de wissels voorlopig achterwege. Eén keer dus wel gewisseld tijdens de rust. Dat zegt misschien ook iets over de kwaliteit die daar nog op de bank zit. Willard, ja, dat ontbrak er nog aan natuurlijk. Een doelpuntje voor Tessa Willard. Kon eigenlijk niet achterblijven. En plots vallen ze als rijpe appels naar beneden. Tessa Willard met 6-0. De vermoeidheid begint ook fameus de week, heb ik de indruk nu, bij de bezoekers. Tine Dekkeny. Goed en snel doorspelen. Wijnands opnieuw Blom.
die denkt, wow, het valt allemaal weg vandaag. En dat is ook overtuigend en hard deze keer met links. Yves Semeels kan blij zijn. Hij heeft de frames bij momenten goed aanvallend zien voetballen. En vooral ook 7 doelpunten maken. Ella, dit was een geslaagde Interland. Zeker en vast. Ik denk dat we blij mogen zijn met de 3 punten. Heel goede invallers gezien. Heel mooie doelpunten gezien. Zo hoort het. En zo pakken we 4-6 in die eerste Interlands. In die eerste kwalificatiewedstrijden voor het WK. Dessa Willaert zei een overwinning in haar jubileumwedstrijd. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On a pas de combien.